sociaal incapabele Michiel. Michiel, ik heb een missie voor u. Frederik de Laplace om het leven brengen. Amai, leed mij laten. Het zit precies diep. Wat krijg ik ervoor? In ruil ervoor mocht je mij ontmaagden. 50.000 euro en ik doe het. En de Laplace kill ik voor een kratje fristen. Jij bent het enige schermgezicht dat nog geen kant heeft gekozen. Dus de Laplace heeft geen reden om jou te wantrouwen. Oh. Maak een afspraak om een programma-idee te pitchen en sla dan toe. En hoe ga ik daar een wapen binnenkrijgen? De Laplace verzamelt oude handgeweren. Neem deze vintage Colt 45 mee als relatie. Geschenk. Oh ja, slim. De Colt is ingesmeerd met een allergeen. Oh. Pindakaas, waar allergische de Laplace bij aanraking... Mijn god, creperen. ...uitslag van gaat krijgen. Oh. Gelukkig bied jij hem een flesje anti-allergeen aan... Oh. ...dat stiekem vermengd is met cyanide. Oh. Rip de Laplace. Amai, uw moordplannen zijn al bijna even bij de haren gegrepen als uw documentaire idee. Ik luister, Michiel. Jij hebt een programma-idee. Ja, ja, de Laplace, zeg maar zeker. Een zondagavondshow waarin BV's een mooi liedje mogen kiezen... ...voor het huisdier van hun buurman... Dat dan op het podium gebracht wordt door een familielid waarvan ze tot nog toe dachten dat hij reeds overleden was. Geef hem het geweer, Michiel, geef hem het geweer. Dat is geniaal. Wat? Ik schrijf hier direct 2 miljoen euro budget uit. Huh, wat? Wacht nog even met dat geweer, Michiel. 2 miljoen euro, alsjeblieft. Klinkt goed, maar is er niet een klein beetje onverantwoord omgaan met ons belastinggeld? Belastinggeld? Dit is wat wij bij de VRT doen met uw belastinggeld. Wat? Jullie kopen er kook mee? Nee, dat is vermalen belastinggeld. Positieve antidrugboodschap, zoals het ons staatszender betaamt. Deze man krijgt nog even uitstel van executie. Ik heb nog zoveel geniale plannen met de VRT, Michiel. Oké, laat maar horen. FC de kampioenen in space. En na de Shiny Floor Show is het ook tijd voor de Shiny Plafond Show. Frederik de Laplace at the movie. Met Matthias Schoenaars als de Laplace en de Laplace als Matthias Schoenaars. Wat een megalomane zot is dit. Is een zin die ik nu niet meer over de lippen krijg. Wauw, Freddy. Mijn kijkcijfers heb je. En ik zie ook grote dingen in jou, Michiel. Zeg aan de schoesting om hier ingewijd te worden in mijn inner circle, zodat je met mij over de VRT kunt heersen waarbij oneindige macht en rijkdom de uwe zal zijn. En is hij al dood? Of heb je misschien iets beters te doen? Nee, Freddy. Ik volg je tot het einde der aarde. De eerste stap van het inwijdingsritueel. Drink dit bloed uit de schedel van Armand Pien. Oh, wat? Je twijfelt? Nee. Ik weet gewoon niet wie dat Armand Pien is. Dat is van voor mijn tijd, denk ik. School. Niet slecht. Een receptje van Jeroen Meus. Je kunt het nalezen op de website. En om je positie in de inner circle van de VRT te verzekeren, volstaat het om de tong van deze verraderlijke slang uit te knippen. Nee, ik ben geen verrader. Ik ben gewoon pro-Lotte Vermeijer. Dat wil niet noodzakelijk zeggen anti de Laplace. Sorry, maar die kan ik echt niet doen. Ah? Ja, nee, ik ben linkshandig. Heb je geen aangepaste schaar? Natuurlijk, Michiel. Excuses. Dat was ongevoelig van mij. Nee. Iver is gelieverig. Je dwaalt, Michiel. De Laplace is geen vriend van de gewone man. Hij gaat een uitvinding van de kenocijfer. What the fuck, Freddy? Heb je dat nu goed gehoord? Keno is een Vlaams instituut! De Keno is voor marginalen en debielen. Zeg, De Laplace, dat doet mij eraan denken. Ik kan nog een relatiegeschenkje voor u bij. Oh, Michiel, dat was goddelijke ontmaagdingsseks. Oh ja, ik had het plezanter gevonden als je dat camerahernaas van een keer had afgedaan. Dat was precies of ik was Robocop aan het batsen. Dankzij jou, Michiel, is de VRT een veiligere plek geworden voor emotioneel kwetsbare werknemers. Eindelijk zal er bij de VRT ook gehoor gegeven worden aan de frelere stem van het feminine. Een alternatieve wind zal trots worden. Oh ja, het is al goed, poepje. De kenocijfers gaan beginnen. Haha, 32.